Welkom weer bij Adpla Kookstudio. Mijn naam is Ad Plaassen en in deze video ga ik makkie soezen maken. Het is makkie. Het klinkt makkelijk. Nou, het is ook makkelijk om te maken. Ik ga maken vandaag van avocados met komkommer gemarineerd in sojasaus met wasabi. In de vorige video heb ik het koken van soezenrijst uitgelegd. Ik zal de link hierboven plaatsen. Oké, laten we snel gaan beginnen. Doe 2 theelepels mayonaise in een schaaltje en meng de wasabi pasta door de mayonaise. Doe de wasabi mayonaise in een spuitzak. Snijd de avocado midden, draai de 2 helften langs de pit en verwijder met een mes de pit. Snijd de buitenkant tot de zaadlijster doormidden. Snijd de komkommer in repen en marineer in sojasaus met wasabi. Plaats 150 gram op het norivel. Verdeel de rijst over het gehele norivel. Bestrooi met geroosterde sesamzaad. En draai het norivel om. Spuit met een spuitzak de wasabi mayonaise op de nori. Dek met komkommerrepen en met reepjes avocado. Rol op met een bamboemat en zet onder spanning. Druk de zijkant naar binnen. Verwijder de schil van de avocado en snijd in dunne plak. Spreid de plakken uit in de lengte van de rol en plaats op de rol. Bedek met plastic en druk met de bamboemat voorzichtig aan. Verdeel de rol in plakken.
druk nogmaals aan met een bamboemat. Garneer de sushi met wasabi mayonaise. Dit was het weer voor vandaag. Heb je naar aanleiding van deze video vragen, opmerkingen of suggesties? Je kan me bereiken in de comments onder deze video. Vond je deze video leuk? Help me dan en geef het een like en deel dit met je vrienden. Wil je meer van dit soort video's? Abonneer je dan op dit kanaal. Ik wil je bedanken voor je aandacht en graag tot de volgende video. Bye bye!